We zijn eindelijk in het theater en we hebben goede kaarten. Maar we zijn 20 euro per persoon genaaid. 20 pond. Nou, dat hebben we niet te weten. Oh, sorry. Het was niet waar. We kregen 20 euro per pond korting. We kregen het terug. Ja. Omdat we de enige zijn in het hele theater. Daarom, kijk maar. Maar het is wel heel gaaf. Dus het Royal Opera House. Nou, niet het echte, maar het stond er in 1931 volgens mij. En sindsdien is de hele tijd dicht geweest. En nu is het inderdaad Monty Python er. Ontzettend hoog. Leuke jongens hebben we al gezien. En Charlie Brown heeft die zelfs gespeeld. Charlie Brown is toch iemand uit, van is er een bobbetje uit, Snoopy. Ja, dat dacht ik ook. En we gaan er een hele te gekke avond van maken. En we hoorden ze daar net al repeteren. Dus we wensen een hele korte vraag. Nou, Feliz Navidad. Nou, we zitten dus helemaal bovenin. Kijk maar hoe stijl het is. En daar is het podium. Ik ben nu wel mee. Kut, man. Samen met wie? En wat vond jij ervan, Susie? Zij heeft er geen zin in, ze is een beetje moe. Ik vond het zo graag. Nou, dan vond ik het geld meer dan waard. Ik zou zo nog een keer gaan. En dat gaan we ook doen. Alleen we staan er geen nacht voor. Dat vond ik ook wel leuk, maar ja. Maar? Ik vind kerst altijd een beetje deprimerend. Nou, anderhalf uur en het is afgelopen. Maar volgend jaar is het weer. En dan gaan we weer naar Londen. Ja. Dan gaan we naar een andere musical. Dan gaan we een musical reis maken. Tot zover ons bericht geven. Feliz Navidad. Hier zit het wel. Dat zie je daar? Hun Majesty. We gaan nog even langs het spook. Grab me your hand. Laatste nachtje Londen. Het is 22:55. Dat betekent dat nu de Phantom ook is afgelopen. Precies 7 minuten. We gaan even kijken of er een winkeltje open is. Want daar is de Phantom. En dan lopen we gewoon, sneaken we naar binnen. Zie je, want de mensen komen er al uit. Zijn de lampjes wel aan? Oh, wat gaaf! Dan kan ik dat iedere dag kijken, want dan kan
kan ik me daarop voorbereiden? En dan pakken we hier de underground. Zeg maar dag. Dag.